Dirk Brakke. Ik schrijf jeugdboeken. Altijd over toch wel aparte onderwerpen, moet ik zeggen. Of aparte onderwerpen. Onderwerpen die je wel in het leven tegenkomt, maar niet altijd zo gewoon zijn. Hopelijk ga jij er niks mee te maken hebben met mijn boeken. Ik schrijf het dan ook op een tamelijk expliciete, heftige manier, dikwijls ook wel. Maar heel realistisch. Ik probeer met mijn boeken altijd zo dicht mogelijk bij de realiteit te komen. Maar weet je, vroeger waren jeugdboeken tamelijk braaf en moest altijd een positief einde hebben in een jeugdboek. Mocht jongen niet met een negatief gevoel achterlaten. En toen kwam het uur nul uit. Helemaal niet over brave jongen, in tegendeel. Dat toch geen mooi positief einde. En wat nog meer was, er werd over seksuele relaties geschreven in dat boek. En dat kon helemaal niet. Maar toen hebben we behoorlijk problemen gehad. Jongeren vonden het geweldig, maar volwassenen hadden er probleem mee. Scholen en bibliotheken waar ik niet meer mocht komen hoor. Lezingen werden afgezegd gewoon. En ik woon in Stekenen, in de gemeenteraad in Stekenen, heeft iemand van het Vlaams Belang geëist dat het uur nul uit de bibliotheek zou weggehaald worden. Die vonden niet kunnen dat het boek in de bibliotheek was. En ik ben behoorlijk hard aangepakt geweest toen. Ik was zelfs zin om te stoppen met schrijven. Maar ik vond het niet meer leuk op die manier. Maar ik heb toen wel volgehouden. En intussen heb ik gemerkt dat mensen die stijl gewend geraakt zijn. Het is nog een boek van mij verfilmd. 5 jaar geleden, Het Engelenhuis, maar Bo als titel. Black is intussen verfilmd. Het is een behoorlijk heftige film, moet ik zeggen. Niet voor jongeren. Behoorlijk brutaal. Bendes zijn nu helemaal brutaal. Het is geen zachte wereld hoor. Het zijn macho's allemaal. En ook de houding tegenover meisjes bijvoorbeeld. Wordt bijvoorbeeld ook iemand zijn middelvinger gebroken. Omdat hij de middelvinger had opgestoken naar iemand. Daarna hebben ze zijn middelvinger gebroken. Aansteker onderhouden. Omdat je dat nooit meer zou doen op die manier. Dat soort film is het. Maar het is ook een heel ontroerende film. Het einde is heel triest eigenlijk. Het einde. Ook romantisch zelfs, maar ook heel brutaal moet ik zeggen.